In het najaar starten we een reeks masterclass voor de kring andragologie, dus volwassen veranderkunde in het werkveld en de rol van coaching daarin. Ik doe dat samen met Marcel van Eck. En ik ga dat heel graag doen omdat je een man van de praktijk bent. En als Marcel vertelt over voorbeelden, dan denk ik van, maar Marcel belichaamt dat al. Terwijl ik dan zo weer theoretisch daarover filosofeer. Maar jij doet dat gewoon. Kun je een voorbeeld geven waarin je ziet van, ja, dat is toch boeiend, hè? Ja. Nou ja, ik kan een voorbeeld geven. Een tijdje terug was ik in een team en ik was er al een aantal keren geweest. En wat mij opviel was, elke keer als ik daar kwam, dan waren ze te laat. En ze waren een beetje aan het kletsen en een beetje aan het bellen en met hun telefoon druk bezig. En ze waren niet echt bezig met de bijeenkomst waarvoor we bij elkaar waren. En dat viel op. En op een gegeven moment dacht ik, hey, dit is toch wel een patroon. En toen dacht ik, goh, ik ga toch eens even met hun in gesprek over wat nou de betekenis is van dit patroon. Mm-hmm. Want dat is wat ik dan vooral doe, op zoek naar betekenis. Ah. En ik heb hun gevraagd van, wat betekent dit patroon nu eigenlijk? En wat bleek was, dat ze toch elkaar wel heel erg belangrijk vonden. En dat ze graag een gezellig team wilden zijn. Mm. En dat ze verbinding met elkaar zochten. En dat vonden ze heel erg belangrijk. Dat was daar een hele belangrijke referentiewaarde. En dit soort referentiewaarden, daar ben ik altijd naar op zoek. Want die zeggen iets over een team. Die zeggen iets over wie ze willen zijn. En wat ik daarbij gedaan heb, is vooral oordeelloos met hun een gesprek over ben ik gaan voeren. Want juist dat oordeelloze, dat is denk ik heel essentieel. Dat je niet meteen van dit is mijn mening, maar dat je oprecht geïnteresseerd bent. Dat je je verwondert en dat je de connectie zoekt met zo'n team. Ja, ja. Ja. Je bent niet iemand die zegt van, oh, ze komen te laat, we moeten een regel invoeren. En dan maak je je ergertje daaraan. Nee, precies. En je gaat er oordeelloos mee. Ja. Ja, en, en door het gesprek zijn ze uiteindelijk zelf wel tot betekenis gekomen. Ja. Ook gekeken, is dit wat we willen? Hebben ze dan hun verantwoordelijkheid daarin gepakt? Ja. Uiteindelijk wel. Ze hebben elkaar daar echt van gezegd, van dit willen we niet op deze manier. En ze zijn daarin aan het veranderen. En wel, kijk, ik geniet van die voorbeelden. Omdat dat een voorbeeld is waar dan Marcel eigenlijk heel mooie dingen doet. En zo hebben jullie ook misschien, mensen hebben succeservaringen, waar dat wel nieuwe principes doen in hoe dat we samenwerken met elkaar. Ja. En die moeten we echt boven tafel krijgen. Hè? En daar ook dit dan doorgeven aan andere medewerkers. Dus dat gaan we doen in de kring, in de masterclasses. Hè? Ja. Dus cases bekijken, daarover reflecteren, een beetje theorie erbij, en dan ook die handelingsprincipes, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar het belangrijkste is dat je het gewoon doet. Hè? Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Voilà. Ja, absoluut. Daarin gaan we goed samenwerken. Ja, gaan we doen.